Goedendag, mijn naam is Paul van den Bossen en ik ben werkzaam bij het WTCB in het labo HVAC. Ik wil jullie vandaag het rekentool voor het ontwerp van stookplaatsen toelichten, zoals dat beschikbaar is op de website van het WTCB. Zoals jullie wellicht weten, bestaan er sinds september 2019 twee nieuwe normen die een aantal criteria opgeven voor het ontwerp van stookplaatsen. Het doel van dit rekentool dat ik u zal voorstellen is om in overeenstemming met deze beide normen het verbrandingsluchtdebiet en het ventilatiedebiet voor deze stookplaats te gaan berekenen. Vervolgens kunnen we op basis van die rekentool een keuze maken van nodige passieve componenten, zoals bijvoorbeeld openingen en roosters in muren of kanalen voor de aanvoer of de afvoer van lucht uit en in die ruimte. Het rekentool is niet geschikt voor het ontwerp van mechanische ventilatiesystemen. Daarvoor verwijs ik graag naar het rekentool Optivent dat beschikbaar is op de website van het WTCB. Als wij het rekentool Excel opendoen, dan stellen wij vast dat wij beschikking hebben over een aantal tabbladen. Dat kan u hieronder zien. Een aantal tabbladen starten bij het tabblad Home. Maar vervolgens kunnen wij onder het tabblad Data administratieve gegevens vermelden, zoals het adres van het project. We hebben ook een tabblad Devices, waarin dat we de technische gegevens van de verschillende stooktoestellen die we in de stookplaats zullen plaatsen kunnen gaan opnemen. In het volgende tabblad Transfer kunnen wij luchtroosters gaan kiezen en kijken of deze conform zijn aan de norm. En dan hebben we nog twee tabbladen die de mogelijkheid geven om rechthoekige of ronde ventilatiekanalen te gaan doorrekenen en ook daar te gaan kijken of die een drukverlies hebben dat niet groter is dan 3 Pascal, zoals de norm dat voorschrijft. Wij zien hier bijvoorbeeld het tabblad Devices, waarin dat wij de verbrandingstoestellen, de warmtegeneratoren op basis van een vlam die in de stookplaats geplaatst zijn, kunnen gaan ingeven. En we doen dat bijvoorbeeld, we hebben de mogelijkheid om meerdere toestellen, ketels of warmtepompen te gaan ingeven. We zullen een nominaal vermogen moeten opgeven dat we vinden op de fiche. En een belangrijk element is de opgave van het type verbrandingskring. U kan hier onderaan ook op dat tabblad de neerslag vinden van de verschillende codes, de verklaring van die codes. Bijvoorbeeld hier is er een ketel met een open verbrandingskamer en een tweede met een gesloten verbrandingskamer. Het heeft nogal een grote invloed op het nodige verbrandingsluchtdebiet, want u weet dat een gesloten toestel zijn verbrandingslucht via een eigen kanalenstelsel zal aanzuigen vanuit de buitenomgeving. In tegenstelling daarmee zullen open verbrandingstoestellen verbrandingslucht uit de ruimte zelf gaan opnemen, zodanig dat die ruimte zelf op zijn beurt moet voorzien worden van een verbrandingsluchtgebied. Daarvoor moeten we nog een aantal bijkomende elementen ingeven, zoals het type brandstof, in dit geval is dat aardgas, zoals het type brander met of zonder trekonderbreker, zoals het nominaal calorisch debiet dat we normaal terug kunnen vinden op de technische fiche van het verbrandingstoestel, de opgeven wat de referentie is op bovenwaarde of op onderwaarde. En op basis daarvan wordt het verbrandingsluchtgebied, in dit geval 137 kubieke meter per uur, berekend. Een bijkomend element naast dat debiet voor de verbrandingslucht betreft natuurlijk de ventilatie. En op basis van twee gegevens zijn de som van het nominale vermogen van de verschillende warmtegeneratoren in die ruimte en de vloeroppervlakte van die ruimte worden ook de debieten die nodig zijn voor de luchttoevoer van ventilatie en de luchtafvoer van ventilatie bepaald. Deze drie cijfers zijn nu van belang als wij de dimensionering van de verschillende openingen zullen doen. Het is inderdaad zo dat we krijgen drie cijfers waarvan verbrandingsluchttoevoer en luchttoevoer kunnen leiden tot de keuze van roosters of kanalen voor luchttoevoer. We kunnen daar kiezen om deze beide debieten te samennemen ofwel om die verschillende debieten te gaan realiseren met twee verschillende roosters. De reden daartoe kan zijn dat een verbrandingsluchtdebiet rooster nooit afsluitbaar en regelbaar mag zijn.
terwijl dat voor een luchttoevoerrooster wel regelbaar en afsluitbaar mag zijn. Dus dat kan een argumentatie zijn om toch twee roosters te gaan kiezen. Meestal zal men echter kiezen voor één enkel rooster. Voor de luchtafvoer kan men ook gaan selecteren of wij een rooster of een kanaal nodig hebben en welke diameter dat dan wel moet hebben. Wij kunnen dus op het tabblad transfer een keuze gaan maken van luchtrooster. En in dit geval hebben we een verbrandingsluchtgebied van 300 kubieke meter per uur nodig. En we zullen dat realiseren met een rooster waarvan we een aantal gegevens krijgen. Deze fabrikant geeft een aantal voor een aantal standaardmodellen geeft hij het debiet op bij 2 Pascal. Nu, zoals u weet, moet dat rooster een bepaalde capaciteit hebben bij 3 Pascal. En het rekentool laat inderdaad toe om een omrekening te maken, ook al hebben we slechts gegevens voor een ander drukverlies, in dit geval 2 Pascal. We kiezen een bepaald rooster, of we geven dat een nummer. Dus we kunnen hier aangeven dat we dat zullen doen op basis van debiet-drukverliesgegevens. En in dit geval beschikken we over drukverliesgegevens niet bij 3 Pascal, maar bij 2 Pascal. Het programma geeft u dan voor van ja, kijk, op basis van ons luchtdebiet bij 300 kubieke meter per uur, bij 2 Pascal zullen we een rooster moeten hebben dat een capaciteit heeft van minimum 245. We gaan dus kijken in die lijst en we vinden inderdaad hier een rooster dat voldoet aan die eis en een rooster met afmetingen van 500 x 400 mm en een debiet van 271 kubieke meter bij 2 Pascal. We vullen dat debiet van dat gekozen rooster in en het programmaatje zal automatisch berekenen wat dan wel het drukverlies zal zijn van dat rooster bij onze 300 kubieke meter per uur. Dat is in dit geval 2,5 Pascal, wat netjes beneden de maximale waarde van 3 Pascal blijft. Dat wil zeggen dat dit rooster een geschikt rooster is voor deze toepassing. In het tabblad Round Duct kunnen wij een keuze maken van ronde kanalen. Kunnen wij daar aan die kanalen eventueel ook een rooster of een dakuitlaat toevoegen? En voor het geheel gaan berekenen of dat drukverlies beneden die 3 Pascal blijft. We zullen dat doen voor een voorbeeld kanaalstelsel. Een kanaalstelsel dat bestaat uit een luchtafvoerventiel boven op het dak, een stukje kanaal van 2,8 meter, een bochtje, een stukje kanaal, een bochtje terug van 45 graden, een stukje kanaal en een open ingang uit de ruimte, waarbij dat de lucht de ruimte zal verlaten tot boven het dak. Wij moeten hier nu een selectie maken van componenten en het totale drukverlies van dat hele kanaalstelsel moet terug beneden die 3 Pascal blijven. Hoe gebeurt dat nu? We krijgen in dat rekentool de mogelijkheid om dat luchtafvoerdebiet te gaan ingeven en we zullen de verschillende elementen van dat kanalenstelsel gaan invullen. Totaal hebben we een rechte lengte van 4,4 meter. We hebben geen bochten van 90 graden, maar wel twee bochten van 45 graden. En dan moeten we een diameter kiezen. Nu, het programma stelt zelf een paar diameters voor en stel dat wij kiezen voor een diameter van 250 mm, dan zal dit kanalenstelsel met die rechte stukken buis en die twee bochten een totaal drukverlies geven van 2,9. We zien weliswaar dat die 2,9 kleiner is dan 3 Pascal, maar we kunnen al een beetje vermoeden dat dat toch problemen gaat geven. Omdat we daar straks nog een luchtuitlaat zullen aan toevoegen. Nu, we kiezen toch voor die 250 mm en dat resulteert dus in dat drukverlies van 2,9 Pascal. Op de volgende bladzijde zullen we ook die dakuitlaat gaan toevoegen. En we geven die dakuitlaat een nummer, een benaming, ventiel 1. We zullen terug ons baseren op gegevens op basis van debiet-drukverschil. Niet meer uit een tabel, maar in dit geval uit een grafiek. We krijgen inderdaad een grafiek van die dakuitlaten voor verschillende types, waar we zien dat bij 3 Pascal dat rooster een capaciteit heeft van 400 kubieke meter per uur. Wij vullen dus in dat wij gegevens hebben bij 3 Pascal
en een debiet van 400 kubieke meter per uur. En dat resulteert in een drukverlies van 1,7 pascal bij ons debiet van 300 kubieke meter per uur. 1,7 pascal is weliswaar op zich kleiner dan 3 pascal, maar samen met die 2,9 komen wij uit tot een drukverlies van 4,6 pascal, wat natuurlijk veel te groot is, en waarbij ons vermoeden dat die diameter van 250 toch nog een beetje aan de kleine kant was. We kiezen dus voor een grotere diameter, een diameter van 315 mm, waarvoor het kanalenstelsel een drukverlies vertoont van 1,1 pascal. We gaan natuurlijk ook een ander rooster kiezen. We kiezen dat rooster CT315, dat een capaciteit heeft van 700 kubieke meter bij 2 pascal. We vullen dat netjes in. Het drukverlies bij 300 pascal wordt daardoor, het drukverlies bij 300 kubieke meter wordt daardoor 0,6 pascal. Samengeteld geeft dat, met wat afrondingsverschilletjes, geeft dat een drukverlies van 1,6 pascal, wat kleiner is dan 3 pascal, waardoor dat deze keuze van kanaal van 315 mm voldoet aan onze eisen. Wat kan u nu best onthouden uit deze korte voorstelling? Om te beginnen herhaal ik dat er twee nieuwe normen verschenen zijn in september 2019 die een aantal criteria voor de stookplaatsen opgeven. De rekentool die het WTCB ter beschikking stelt laat toe om op een eenvoudige manier het verbrandingsluchtdebiet te gaan bepalen en het nodige ventilatiedebiet en daaraan gekoppeld de keuze van de nodige kanalen en openingen te gaan realiseren. Wilt u meer achtergrond weten? Dan kan u zich wenden tot een aantal bijkomende bronnen die u kan terugvinden op onze website. Namelijk onder de tabblad Normalisatie en in de tab Energie en Binnenklimaat kan u onder stookplaatsen en rookkanalen de beide normen, de beide nieuwe normen gaan raadplegen, maar ook verder klikken naar de rekentool voor de ventilatie van stooklokalen. Dan komt u op dit tabblad terecht, waarbij u zowel de rekentool in XLS-formaat kan gaan downloaden als een kleine handleiding. Naast dat rekentool zijn er ook een aantal artikels en dossiers verschenen, onder andere het dossier rond de stooklokaal, dat de criteria voor de ventilatie en de verbrandingslucht toelicht en dat ook enkele voorbeelden geeft voor de berekening van die nodige debieten en de nodige componenten. Dus dat is als aanvulling aan het rekentool ook interessant om eens te gaan bekijken. Ten slotte wil ik aangeven dat voor zeer specifieke vragen waarvoor u de oplossing niet hebt gevonden in de vorige documenten, dat u steeds contact kan opnemen met onze afdeling Technisch Advies. En u kan dat zowel telefonisch als online doen. Zodanig dat zij u zo snel mogelijk kunnen helpen. Ik hoop dat ik hiermee wat bijkomende informatie heb gegeven rond het gebruik van dat rekentool en ik dank u voor uw aandacht.